ben nu in Redange in Luxemburg. Het is zaterdagochtend, 26 september, meen ik. En ik sta hier op een camperplaats. En dat is een gratis parkeer camperplaats. En vrij druk. Dus je ziet waarschijnlijk achter mij zie je ook al wel campers staan. Dus ik denk dat er hier een stuk of 15, 16 staan. Er zijn nog een paar plekken vrij. En er zit elektriciteit bij, een elektriciteitspaal en water en een manier of een mogelijkheid om je water te lozen, het grijs water te lozen. En geloof ik ook chemisch toilet te lozen. Maar daar kijk ik eigenlijk nooit naar, want zo'n ding heb ik niet. Maar het ja, best wel heel een goede plek, heel rustig in de nacht. Ik heb hier twee nachten gestaan. En met die voorzieningen is dat ook heel fijn, zeg maar. Een mooie omgeving. Dus ik heb een eind gefietst. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik met mijn vouwfiets ook de berg een beetje in ben gegaan. En, ja, soms was het echt bergje op en bergje af. En nou, bergje af, dat was wel heel goed. Maar dat bergje op, god, daarna voelde ik echt heel erg mijn benen. Maar laat ik ook nog even zien daar wat beelden van de omgeving. En ik moet zeggen, Luxemburg is ontzettend netjes. Het is echt een land, als je het vergelijkt met Frankrijk. Zo allemaal keurig onderhouden. De huizen, de wegen, de... Ook het landschap, het ziet er allemaal super netjes uit. En ik moet zeggen, ik hou eigenlijk wel meer van de rommeligheid van Frankrijk. Hè. Het is allemaal wat, de huisjes zijn wat ouder, het heeft wat meer sfeer, vind ik. Maar goed, ik laat het jullie in de video even zien zo. Dit is dus de camperplaats. Nou ja, zoals je ziet, ze staat helemaal vol. En hier heb je dus die mogelijkheid om je water te lozen, water te tappen en ook volgens mij daar links chemisch toilet te legen. Ja, het is dus een middeleeuws kasteel. Het heette Oeseldingerburg. En het is eigenlijk nog maar een ruïne overgebleven. Het is in de 12e eeuw gebouwd. En je kan er het hele jaar door kan je dat gewoon bezoeken als je wil.